Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Niet zo lang geleden had ik een video gemaakt waarin mijn beste vriendin eten voor mij ging bestellen. En ik vond het zo leuk om te doen. Ik werd er zo excited van. Dus het leek me heel erg leuk om hier een soort van vervolg op te gaan maken. Een van mijn beste vriendinnen, namelijk Chanou, heeft voor mij een bestelling geplaatst. En ik heb geen idee wat erin zit. Het enige wat ik door heb gegeven waren mijn maten. En voor de rest is het een hele grote verrassing. Ik vind het heel erg spannend, want ik hoop dat ik de items leuk vind. Ik ben benieuwd of het een beetje mijn stijl is en zo niet. Ja, is het gewoon leuk om dingen te ontdekken. Maar we zullen het allemaal wel zien. Natuurlijk heb ik ook een bestelling geplaatst voor Chanou. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik voor haar heb besteld en wat zij ervan vindt, dan zal ik een linkje daarvan hieronder in de beschrijving zetten. Hoi jongens, ik ben Chanou en vandaag ga ik jullie vertellen wat ik voor Sabrina heb besteld op Missguided. Van tevoren heb ik er echt uren over gedaan om een wishlist samen te stellen met items waarvan ik dacht dat ze die misschien wel leuk zou vinden, maar ook die ik zelf heel erg leuk vond. Want ik wilde een beetje een combi doen tussen dingetjes waarvan ik weet dat het past binnen haar stijl, maar ook dingetjes die ze misschien niet heel snel zelf zou bestellen en die ik zelf heel cool vind of denk dat ze haar heel leuk staan. Dus ik heb een aantal dingen besteld. In totaal heb ik uiteindelijk 8 items besteld. Daarvan ga ik er nu 2 aan jullie laten zien en even uitleggen. En de rest is gewoon lekker een verrassing. Oké, eerste item wat ik voor haar heb besteld is dit mintgroene bodysuit. En eigenlijk is het meer een limoengroen bodysuit. En de grote reden dat ik het heb besteld is omdat ik het een hele mooie kleur vind. Waarvan ik ook denk dat die haar heel erg mooi gaat staan. En ik zie haar eigenlijk bijna nooit in het groen. En ja, ik denk gewoon dat het bij haar huidskleur en gewoon haar hele look een hele mooie kleur gaat zijn. En het is een simpel dingetje, maar ja, ik vond hem gewoon echt super leuk. Dus ik dacht, die bestel ik. Het tweede item wat ik heb besteld is de Petite White Zebra Print Tie Strap Skater Dress. Een hele mond vol. Maar Sabrina zei tegen mij dat ze op dit moment vooral erg op zoek is naar lente- en zomer items. Dus dacht ik, oké, jurkjes. Want het is best wel ook moeilijk om voor een ander te bestellen. Het is al moeilijk om voor mezelf te bestellen. Al helemaal met maat. Dus ik dacht, oké, jurkjes. Heb je grote kans dat dat goed gaat. Nou denk ik dus trouwens niet dat het een stretchjurkje is. Dus ik hoop echt heel erg dat ik de goede maat besteld heb. Zo niet, dan niet. Maar deze vond ik gewoon heel leuk. Omdat ik het heel mooi vind dat hij een beetje een corsetachtige top heeft. Ik vind de strikken op de schouders heel cool. En ik vind het gewoon echt een heel cool jurkje. Ook al is hij vrij simpel. En ik denk gewoon dat hij haar heel erg leuk staat. Dus dat zijn de 2 items die ik jullie even wou laten zien. Als je de rest wilt zien, dan moet je gewoon even blijven kijken. Enjoy! Ik kan niet langer wachten, dus laten we maar snel het pakketje gaan unboxen. We hebben allebei een bestelling gedaan op Missguided. Het is niet gesponsord, maar we vonden het wel leuk om daar even rond te kijken. Ik heb zelf daar nog nooit op besteld, dus ik weet niet hoe de items vallen. Oké, we hebben aardig wat items. Ik zie kleur. En Chanou weet dat ik niet heel erg van de kleur ben. Zij juist wel. Daarom vind ik het juist leuk. Wat hebben we hier? Dit is een bodysuit. En mijn eerste indruk is niet eens zo verkeerd. Het is een klein beetje neonachtig, maar toch wel richting een pastelkleur of zo. Nee, het is eerder pastel, denk ik. Misschien dat ik het kleurtje wel leuk vind staan. Ik ben nu al excited, oké. Ik vind de top leuker dan verwacht. Alleen hij had in een maatje groter gekund. Ik denk dat hij dan iets beter zou zitten. Qua body zit hij wel, qua lengte oké. Maar hij zit wel redelijk strak. En ik vind het stofje een beetje gek. Hij heeft 2 lagen, zoals je misschien kan zien. Aan de ene kant heel erg fijn, want stel je zou geen BH dragen, dan is de kans denk ik heel erg klein dat je je tepels er doorheen zou zien. De kleur vind ik cute, dus dat is wel een pluspunt. Alleen het model is denk ik toch niet helemaal iets voor mij. Dan hebben we iets wit. Ik word hier zo blij van. Dit is nog een bodysuit en deze vind ik iets minder leuk dan de vorige. Want ik hou niet echt van zulke hoge halsen als het gaat om mijn bodysuit. Maar ja, nu je weet staat het leuk. Zoals je kan zien heb ik het item opgehangen. En dat heeft een hele goede reden, want ik krijg hem niet aan. Ik krijg hem makkelijk over mijn hoofd, maar hij stretcht niet echt mee. Dus ik krijg hem niet over mijn schouders en ik wil hem ook niet kapot maken. Dus ik vind dat heel erg jammer. Chanou kan daar natuurlijk ook niks aan doen, want dat weet je niet van tevoren. We hebben hier iets zwarts.
dit is een jurkje. Ik ga een beetje stuk om mezelf. Ik vind het geen lelijke jurk, maar dit is geen Sabrina jurk. Hij zit enorm strak. Hij is wel redelijk stretchy, dus dat is wel fijn. Maar ik vind het geen jurk voor mijn figuur. Hij loopt een beetje gekkig. Oh, dit is een crop top. En ik heb dubbele gevoelens over crop tops. Aan de ene kant vind ik ze heel tof. Maar dan moet ik het natuurlijk wel combineren met een high-waisted broek. Maar een grote kans dat dit wel echt mijn ding is. Toevallig had ik vandaag al een high-waisted broek aan. En dit, ja, vind ik gewoon prima. Het is zeg maar, mijn lichaam is niet gemaakt voor extreme crop tops. Maar als ik het zo combineer en eventueel met een vest eroverheen, dan vind ik het helemaal prima. Het is een simpele top, maar toch een beetje anders. Ik zie iets roze. Oké, ik denk dat dit niet per se mijn smaak is, maar ik vind het wel cute. Dit is volgens mij een denim. Oh, wacht. Huh? Is dit... Ik heb... Oké, dit is wel een denim vest. Oversized zie ik hier. Hij is echt oversized. Alleen met korte mouwen. Ik dacht eerst dat hij lange mouwen zou hebben. Ik weet het niet. Nu mijn eerste indruk denk ik... I don't know. Maar misschien dat ik heel erg excited erover zal zijn. Ik vind het kleurtje wel heel erg cute. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik denk dat ik hem dan wel gewoon open zou dragen. Of wel dicht. Maar met een riem. Oh, misschien zou dat leuk zijn. Ik ga zo even een riem pakken. Maar... Ik weet het niet. Het is zeg maar, ik denk dat ik het wel leuk kan stylen. Maar het voelt niet als zeg maar iets voor mij. Als het lange mouwen had, was het misschien meer iets voor mij geweest. Ik vind het wel grappig dat hij hier aan de zijkant een split heeft. Maar het is niet per se iets wat ik op een dagelijkse basis zou dragen. Maar ik ga even een riem pakken. Kijk hoe dat is. Ik heb er nu een complete nieuwe outfit van gemaakt. En zo vind ik hem wel leuk. Ik heb een legging aangetrokken. Dan met dit item, met een riem. Zo vind ik hem leuk. Ik ben even confused, wat is dit? Oh! Of dit kan heel erg leuk staan, of dit gaat heel fout eruit zien. Ik vind hem leuker dan verwacht. Ik vind hem alleen niet zo praktisch, want je hebt hier... twee stukken lint aan de voorkant en aan de achterkant. Dus je moet hem zelf vastknopen. Ik zat er net wel een klein beetje mee te struggelen. Qua lengte vind ik hem te kort. Want als ik nu over straat zou gaan, zie je letterlijk mijn onderbroek van de achterkant. Dus ja, ik ben gewoon niet van de mini skirt of de mini dresses. Dat is niks voor mij. Als hij wat langer was geweest, had ik er misschien anders over gedacht. Maar de lengte is gewoon niet iets voor mij. Ik vind het wel grappig. Weet je waar me dit aan doet denken? Aan een personage of gewoon als de look en feel van de Flintstones. Hebben jullie dat vroeger gezien? Het is niet dat ze dit exact daaraan hadden, maar zo'n gevoel krijg ik erbij. Even tussendoor, ik ben wel benieuwd. Welk item vind jij tot nu toe zelf het leukst? Oeh, dit vind ik leuk. Is het een jas of is het een jurk? Ik zie direct dat hij twee verschillende soorten patroontjes heeft. Oh, ik vind hem best wel grappig. Ik heb ook zo'n gevoel dat Chanou dit zelf ook zou dragen op de een of andere manier. Dit is officieel een blazer dress. Hij is heel erg kort en hier zit een stom touwtje die er bewust aan gevestigd is. Van als je hem zeg maar wilt houden, dan knip je hem eraf. En als je hem niet wil houden, dan laat je hem er nog aan. Ik vind het design heel erg leuk. Het is anders, maar wel iets wat ik zou dragen. Alleen hij is gewoon veel te klein als jurk. Want ik heb er ook een topje onder. Ik denk dat ik hem dan eerder zou dragen als een jasje. Dus zo zou ik hem dan sneller dragen. Dan is hij qua lengte al een stuk beter. Hij past, maar ik denk dat hij beter zou zitten als ik 1 of 2 maatjes groter zou hebben. Maar dan weet ik het ook voor de volgende keer. Als ik weer eens bij Missguided bestel, dat het een beetje rondom... de maat 40. Soms is 38 ook wel goed. Maar dat ik voor de veiligheid gewoon voor 40 moet gaan. Maar zo vind ik hem wel leuk. En dan heb ik hier een zwart item.
Beetje satijnachtig, denk ik. Dit is een jurkje. Beetje gekreukeld, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is wel hetzelfde stofje als het blouseje dat ik aan heb. Wel redelijk een zweetstofje. Dit jurkje heeft ook zo'n leuk lintje. Maar ik vind hem leuker dan verwacht. Qua lengte vind ik hem top. Hij zit ook best wel lekker. Ik ben blij dat die mouwen best wel wijd zijn. Want als je dan zweet, dan krijg je niet van die irritante zweetplekken. Dus dat is chill. Ik ben wel aan het overwegen om deze gewoon te houden. Hij is nu wel een beetje gekreukeld. Dus ik moet dat eventjes even wegdenken. Maar I kind of like this one. Ook al zijn het geen items die ik normaal gesproken zou uitkiezen. Ik vind het wel leuk om een beetje te experimenteren. En uiteindelijk zijn er toch wel wat items die ik heel erg leuk vind. Mocht je deze video nou leuk vinden en dit vaker willen zien, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Ik word er heel erg blij van. Misschien is het wel leuk om een ander verrassingspakket samen te stellen van een andere webshop of met een andere YouTuber. Vergeet vooral niet de video van Janou te bekijken. Ik zal haar video hieronder in de beschrijving zetten. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Volg me op Instagram. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!